En we hebben lekker allemaal Sinterklaas lekker naaien. Diploma, hier staat het! Woe, dit is een loop in. Klaas met Junior hier. Dag Junior, nagelkeur. Wat heerlijk dat je kijkt. Hallo allemaal. Wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is woensdagmiddag en we hebben maar één kindje thuis. Alleen Junior met zijn mooie pietenpak nog aan. Waarom heb jij pietenpak aan? Ik had vandaag pietengym. Pietengym op school. En ik had nog wat in mijn tas. Waar mijn tas? Je tas zit op de plek waar die hoort. En waar een... Je bedoelt dingen. Het diploma? Ja, en... Ligt hier op tafel, pak hem maar. De keuken. En we hebben lekker allemaal Sinterklaas lekker naaien. Oh, hier is Guusje. Je bent ook al klaar. Met wat? Middelbare. Je had vanmiddag ook middelbare. Hè? Ja. Is dat klaar? Ja. Oh, voorloperstraject heeft ze. Ta-ta-ta. En wat is Engels uit? Ook te snel. Van meneer Ros? Ja. Oh, zo snel! Oh, meneer Ros, sorry. No. Nee, niet dat hij saai is, maar gewoon. Oh, zo snel! Oh, zo snel! En een diploma! Hier, jouw echte pizza-diploma. Van een pizza-diploma. Yes, staat het! Ja, ik zie het. Ik liet het even aan de mensen zien. Ik heb het al gezien. Junior is geslaagd voor pakjes in de schoorsteen mikken, koprollen maken, over daken lopen, door de schoorsteen kruipen en van dak springen. Heb je het allemaal gedaan vandaag? Ja. Zo. Kun je koprol maken? Kun je ook koprol maken? Ja, maar alleen vooruit koprol. Oh, ja, maar achteruit is ook moeilijk. Maar Guusje, even verder. Jij was dus op de middelbare. Oh, goed toch? Allemaal die krulletjes en zo. Oh, zo snel zo heet dat paard. Dat weet ik nog als kind dat we dat moesten doen. Dat we rookwolkjes zo uit een huisje. Echt dat daar in groep 1 zaten. Dat is omdat ze nou in groep 1-2 zitten. Kijk je dan al? Vond ik altijd heel leuk. Weet je, die heb ik niet bij die klas gemaakt. Die heb ik bij de andere klas gemaakt. Welke klas? Je bent die. Bij de vorige klas. Ben je daar naartoe geweest vandaag? Nee. Vorige keer nog. Toen je nog daar zat in de klas? Ja. Oh, oké. Maar Guusje, vertel het. Ik ben benieuwd. Wat? Nou, het was super saai. Het was Engels, heb jij gehad? Ja, we hebben zo'n werkboekje en bij biologie doen ze proefjes. Waarom zit je met je jas nog aan? Nou, waarom doe je niet gewoon op de kapstok? Omdat ik niet thuis ben. Omdat je net thuis bent. Oh. Ja, dit. Dit is Tai Tai. Ja. Ik zou ook de grootste pakken. Nou, je hebt groot gelijk. Ik pak ook Tai Tai. Mam, ik pak ook Tai Tai. Oh, dit is en ik pak de wandelstaaf. Echte amandelspijs. En ik pak nog een pakje Tai Tai. En ik ook. Junior is daar straks in de ballon geweest. Wat zeg je nou toch? Junior is daar straks in de ballon geweest. Oh. We zijn daar straks met een mand voor de tv gaan zitten, zo'n ballon ding. Moeten we het even voordoen? Nee, ik doe maar niet. Ja, dat is hartstikke leuk. Oh. En wij staan in het vakblad van ijs, van alle ijsbereiders in Nederland. Dat is op zich wel leuk, met halsteren. Even een stukje laten zien. Het is echt een vakblad. En onze ijssalon in Halsteren. Kijk, hier was een bakker in Halsteren en twee winkeldames in Halsteren. En kijk hoor. Heel wat verhaaltje. Het is gewoon 4 pagina's, hè? Kijk, ambachtelijk ijs naast worstenbroodjes. Wat is ambachtelijk? Dus ja, huisgemaakt eigenlijk, zeg maar, ambachtelijk, niet in de fabriek ouderwetse gemaakt. De ouderwetse manier. Hé, hey, daar ben jij. Ja. Nou, het is wel een heel reportage, 4 bladzijden. Eigenlijk over het verhaaltje wat wij in Halsteren doen, dat we daar eigenlijk een bakkerswinkel hebben met de ijsvitrine erin. IJssalon, en dat dat heel goed gaat. Omdat die bakkersmeiden eigenlijk de ijsjes scheppen. Oh, jou, ga het maar even laten zien. De ballon. Dan moeten jullie mee. Ja, ik ga mee. Het houdt in die mand. Oh, het is nu al zwaar. En nu? Gaat Junior erin zitten? Ja. Met zijn benen eroverheen? Ja. Dan zetten we hem rustig aan. Ik
Kun je dit tillen? Het slaat echt helemaal nergens op. Met lief kan ik het veel beter, want... Okay, heb je dan alle... Alle dingetjes heb je dan. Weet je welke ook leuk is? De, hoe noem je dat? De Python. Python. Ja, die hebben we als... Maar die duurt super lang, dus dan kan ik niet alleen. Dus dan moet jij helpen. Dan moet iemand anders even filmen. Jongens, een draak! Nee, die is heel saai. Die hebben we al gedaan. Oh. Oh, ik zet de camera wel even. Zal ik het alleen proberen? Nee, we doen het wel samen. Wat is er? Moet je even anders zitten? Ik wil iets leuks. Die, met de piet. Nee, dat kan niet. Deze? Ja. Nee, dat is geen attractie. Ik weet wel met deze. Symbolica, de Python. Oh, er zijn twee Pythons. Nou, zet er maar eentje dan. Dan doen we het zo dan. Nee. Oh, de Python? Ja. Nee, dan moet je ook eens zo. Dat ik zo? Dan moet ik weer zo sturen. Oké. Okay. Oh ja. Ja, gaat zo omhoog toch? Het is leuk, jullie. Hey, die looping, hoe doen we dat? Doen we dan zo draaien? Nee. Dan gaan we gewoon heel rustig dan naar achteren. Eigenlijk met stand doen. Dan moeten we zo een rondje draaien. Nee, dat kan echt niet. Dan valt hij eruit. Oh, waarom niet zo? Bij een looping. Dus wel, die mag jij nog niet in, maar nou eigenlijk wel een beetje. Weet je dat het gaat? Hij moet naar het scherm kijken. Ja. Het is nu wel zwaar. Ja, hier gaan we. En ik ga verder met mijn kopje koffie. Wij kregen het berichtje dat Sinterklaas op Insta live ging. Gaat. Antoffeltjes. Dus dan gaan we even kijken met Junior. En Junior, misschien mag je nog wel praten met Sinterklaas. Gaan we bellen. Ja, ja, dat weet ik niet. Hij is online. Insta live online gebeuren. En dan heeft hij ook een beetje een wat zomer. Maar ja, was dus lekker in bad geweest trouwens. Niet een zwembroek, maar wel. Maar wat is hij geweest? Nee. Nou, eigenlijk een mededeling. Lucas zegt namelijk dat zijn lievelingsschoenen toch wel echt Nike Air Max'en zijn. Oh, wil je iets vragen aan Sinterklaas? Ja. Wat wil je vragen? Dat zijn wat tof en stoer. Wat voor een cadeau? Nou, Lucas, tof en stoer. Wat voor cadeau je krijgt? Ja. Of dat je lief bent geweest. Ben ik lief geweest? Allerlei. Elke week kijkt hij naar jou. Elke week kijkt Lucas. Wat hebben jullie allemaal gedaan dan? Nou, misschien kan Lucas dat wel vertellen, want ik weet het nog wel. Maar misschien weet Lucas. Wat vond jij het leukste, Lucas? Misschien kan je dat tegen Sinterklaas vertellen. Nou, nou kijk of hij iets zegt, ja? Maar het is toch niet zo, want terwijl hij dat schrijft, kan ik een vraag stellen. Het is toch niet zo dat jij om 4 uur elke week live gaat en dan is Lucas al klaar? Ja, dat is echt waar. Nou, niet altijd. Soms moeten er nog medicijnen gehaald worden of dan moet hij door de MRI. Ja. Dus dat is soms wel lastig, maar Lucas is er, probeert er altijd te zijn. Ja, dat
Ik vind dat echt geweldig. Fantastisch, hè? Hij heeft volgens mij zoiets getypt. Ja, ook. En we hebben ook een vraag van de Nagelkerkjes. Oh. En het, is dat een familie met al die kinderen die... Dat denk ik. Staat Sinterklaas met Junior hier. Dag Junior, Nagelkerk. Wat heerlijk dat je kijkt. Ben ik dit jaar lief geweest? Ben ik dit jaar lief geweest? Nou, eigenlijk weet jij dat zelf wel, hè? Want als je echt stout bent geweest, ja, dan krijg je toren van papa en mama. Maar volgens mij, want ik heb papa en mama, heb ik gesproken. En weet je trouwens dat Lucas, of Junior zijn vader, is de beste bakker van heel Nederland. Echt waar? Ja, zo, dat weet je zo. Sinterklaas geworden, de beste bakker van Nederland. Ze hebben het lekkerste ijs, dus het is... Ja, dankjewel, Sinterklaas. Junior, nou, kijk, ja, ik vind jou zo geweest. Gewoon een dikke duim en een kus voor al je broertjes en zusjes en papa en mama. Nou, ik een complimentje voor u van Revi, dat u er hartstikke goed uitziet, Sinterklaas. En Lucas vond het museum in Utrecht het allerleuk. Ben je het goed zo? Heel klokken. Ja, even nadenken. Over de hockey. Jullie zijn klaar voor de hockey. We zijn met Sinterklaas. Jullie hebben een wedstrijd, toch? Jullie hebben een wedstrijd, toch? Zijn wij ook live? Morgen. Ik heb me wel een beetje een speciaal feestelijk aangekomen. Oh, jullie gaan naar de tegenstander. Morgen hebben we wedstrijd. Je kunt vragen stellen aan... Ja, wil je nog iets vragen aan Sinterklaas? Sinterklaas? Ja, dan moet je typen dan. Sinterklaas, weet je al welk cadeautje ik voor kortjes aan elkaar? Nou, Nee. Sinterklaas, heb je de codes van de zak al gevonden? Codes van de zak, hè? De codes. De QR-codes, want die zijn er vanaf gewassen. Junior had gevraagd, Sinterklaas met Junior ben ik lief geweest. En hij kreeg een dikke duim. En papa was de beste bakker van heel Nederland, zei Sinterklaas. Hé, leer mij toe doen. Wij gaan lekker Sinterklaas kijken, ja? Mama, ik wil dat zeggen, wat voor... Een beetje Sinterklaas, wat leuk is. Pakje avond kijken. Nee, ja, dat weet je niet zeggen. Dat gaat hij nog niet vertellen. Gaat hij niet vertellen. We zijn weer thuis met Madelief. Madelief is te spelen bij Mees. En blijf eten. Wat hebben jullie gegeten? Wij hebben oosters op. En jij had lasagne op. Want daar rook ik toen je binnenkwam. Hoe jij dat kan ruiken? Ja. En die staan lekker de kakkel aan. En het is al laat. Mama is Junior op bed aan het leggen. En Madelief die gaat de schoenen zetten. Ze gaat dat maar eens doen. Alleen, dan moet zij moeten zijn voetjes. Dat is een beetje daar, ja. En we zetten de kakkel. Moet je straks even staan. Als jij naar bed gaat, moet je de kakkel even open laten staan. Als het vuur nog aan staat. Ja, dan kan die afkoelen, hè? Voor de pieten, hè? Ja. Want anders dan... Mijn schoen maar niet. Oké. Okay. Want anders dan verbrandt die, hè? Wat heb jij vandaag geen cadeautje? Ja, heb jij nog een tekening of zo? Of, oh ja, dan ga ik nu even maken. Heb je nog een Oh ja, zeker. Dan kun je later naar bed. Heb je geen tekening of verlanglijstje? Ik moet om 8:30 naar bed. En het is nu? 8:30. 8:30, kijk. Tadaa. Zo, zo'n mooie achtergrond. Mooie achtergrond. Je hebt toch de hele tijd een achtergrond, hè? Andere? Ja, nee, dat weet ik niet. Ik kan dat zelf niet. Die heeft je moeder voor mij erop gezet. Ik doe wel even appel. Doe een banaan voor Piet. Vindt hij wel lekker, Henk? Mandarijn. Oh. Dat is minder groot. Ja, mandarijn krijg je wel eens. Wat? Vroeger deed Sinterklaas altijd echt heel vaak mandarijnen meenemen. Want heel vroeger hadden wij als Nederlanders eigenlijk niet zoveel mandarijnen. Want wij krijgen altijd mandarijnen van de pieten. Heel luxe, ja. Omdat die uit Spanje komen. En dan weet je, dan groeien de mandarijnen gewoon aan bomen. Maar dan doet Stan wel even goed de kachel openzetten. Dat is wel heel belangrijk. En ik ga nog even een tekenen. En een liedje zingen? Ja, Sinterklaas kapoentje, gooi. Doe je mee, Stan? Ik ga lekker voetbal kijken. Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank je, Sinterklaas. Junior heeft nog met Sinterklaas gebeld vandaag. Oh! Je hebt live geweest, zeg maar. Sinterklaas. Op Insta.
Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laar. Op Insta? Ja, Sinterklaas is op Insta. Dank je Sinterklaasje. Zie je, Gintje komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Ik moet daarbij in de afsluiting zingen. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe hij in de wimpel zal heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons steeds toe. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is te goed. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij. Wat mooi gezongen van jou. Kun je de afsluiting ook zingen? Nee. Nee? Dankjewel voor... Dankjewel bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen of 4 uur zijn weer en we hopen dat je abonneert. Ik ben even junior. Knopje drukken!